22-jarige vrouw weigert anti-rimpelcrème te kopen. Omdat het zo duur is. Ja, ik denk, dit is de oudertelefoon. Dus de lijn, zeg maar, je hebt de kindertelefoon vroeger. En die, volgens mij heb je nu de oudertelefoon. Dus een lijn die ouders anoniem kunnen bellen om... Ja, ik weet niet, de hulp te vragen met hun kinderen. En ze fluisteren van, ja, hij is vlakbij. Hij is vlakbij. Hij heeft een bel. Hij heeft een bel. Help! I see you, Dad. Dus alles is duurder. De benzineprijs, nou goed, hebben we het al vaak over gehad. De vleestaks komt eraan. Vleestaks komt eraan. Zonnebloemolie is niet meer te krijgen. Dus frietjes worden ook heel duur, denk ik. Ja. En mayonaise. Maar televisies... Dat is in België wel echt een probleem. Dat is in België, daarom zit ik hier ook. Ja. En ik moet zometeen ook frietjes meenemen. Hij is frietsmokkelaar geworden. Ik heb de auto vol met mayonaise. Maar, beelden uit het nieuws van de afgelopen week met de vraag... waar gaat het over? Voor Peter en Malou. Nou, dit is de bekendmaking van de nieuwe benzineprijs. De reunie, hè? Ja. Iedereen blij. Ach, dat voor ongelooflijk geweldig. Nou, ik vond zondag een doodenge dag toen bekend werd van Poetin met die nucleaire dreiging. Ja, precies zo. Ik ben een idioot. Ik heb ook bij mijn eerste week corona een fiets gekocht en een survival kit. Ja, die heb ik nog zitten, ja. Maar ik dacht onmiddellijk, ik moet jodiumtabletten hebben. Nee, hou op. Nee, ik ben bloedserieus. Als ze steunen voor Oekraïne, kernramp en die wol komt hier naartoe... wacht nou maar eventjes. Ik kon alleen niet naar het drogist. Ik heb een maat gebeld die op hetzelfde level van paranoia zit. Die zei, ik begrijp je, overal uitverkocht. Precies. Wauw. Uiteindelijk hebben we twee pakjes weten te regelen. Dan voel ik onmiddellijk, oh ja, dit is dus oorlog. Nu moet ik gaan kiezen. Wie van mijn vrienden gun ik straks wel het... Wie wil ik gemuteerd en wie niet? Daar zit ik al helemaal in. Tsjernobyl was in eind april 1986, ja. 2 maanden voor mijn geboorte. Okay. Ik ben ervan overtuigd, omdat mijn moeder... Ja, ze was absoluut lui was bij allemaal. Om een jodiumtablet. Daardoor mis ik 30 centimeter. Echt? Mijn leven had er anders uit kunnen zien. Oh. Ja. Maar wij hebben Stef Blokker nu opgezet, hè? Dus ik denk dat het vanaf nu echt... Ja, denk je dat het verschil gaat. Maakt? Nee, nee. Nee? Stef Blok is... Ik dacht echt dat dat een grap was. Dacht je dat niet toen ik las? Weet je wat ik had gedaan? Kijk, soms om boeven te vangen... moet je een boef inzetten. We hadden Siewert van Linden. Die had zichzelf kunnen bewijzen. Ja. Want die denkt, hoe zou ik dit doen met schimmige constructies? Ja, of Fred Teven, die in de bus daar naartoe rijdt. Dat hadden we ook kunnen. Altijd een goed idee. Altijd. Het is hartstikke goed idee, zo'n oude telefoon. Maar in de praktijk wordt de lijn inmiddels al 3 weken bezet gehouden door Douwe Bob. Ik las heel veel op Twitter, zei mensen, het lijkt wel het begin van een pornofilm. Ding dong, ik kom u arresteren. Echt waar? Ja. Ja. Ik snap dat hele verhaalelement nooit. Dus laat het er toch af. Jij hebt echt sinds de jaren 80 geen porno meer. Ik kijk... Ik hou niet van porno. Vind echt niks aan. Ik ga boodschappen doen. Ik heb 50 euro. Daar moet dus 1,25 vanaf. Wat laat ik liggen, weet je wel? Ik ben heel erg bezig met de koopkracht. Shit. Geen tijgernootjes dit keer. Ja, dat lust ik ook niet, maar mijn vriendin die eet dat. Je kijkt er een beetje raar bij. Voor mij dan doe je dat in zo'n bakje, dan knaag zij ze op. Zoiets, hè? Dat is hoe het werkt met nootjes. Ja. Dat is wel waar, Harm. Ja. Blijft toch een beetje dubbel, al die BN'ers bij zo'n groot benefiet. Op zich goed dat ze het doen, hoor. Maar het gaat ze natuurlijk ook gewoon om dat kleine, ordinaire stukje persoonlijke PR. Terwijl ik zelf heb 5000 euro overgemaakt en... Ja, daar hoor je mij verder totaal niet over. Stel je voor, Nederland raakt toch betrokken in de oorlog. Laten we eerlijk zijn, dan is het deze 2 generaties die gaan vechten. Ja, deze generatie niet. Nee, nee. Nee, laten we hopen van niet. Maar zou jij je aanmelden voor het leger? Zou je doen? Dienstplicht? Ja, dat vind ik ook. Iedereen loopt deze week zo dan onmiddellijk bij zichzelf naar. Iedereen heeft dan zo'n grote bek. Ik weet, ik speel Warzone in Verdansk. En ik word afgemaakt door Japanse jochies van 12. Dus ik weet het. En commandant Pannenkoek. Ja. Yes, sir!
What's more opposite to music? The silence of ruined cities and killed people. Feel the silence with your music. Feel it today to tell our story. En daarom dit lied. Нарешті зрозуміли, що російська держава заслуговує на максимально. Nou, ik kreeg deze week wel vaak de vraag: zou je nu nog grappen durven te maken over Pauperkabouter? Ik denk, nou, dat is nou het enige gevecht wat ik wel kan winnen. Dat is wat ik echt. Maar ik kreeg ook van Eva, mijn vrouw, de vraag die volgens mij iedere vrouw en iedere man heeft gesteld: zou je dit doen voor mij? Toch? En wat heb je gezegd? Ik heb. Ik heb met de vlakke hand. Hier was wat opschudding over. De VVD in Hellendoorn. Een uitkering is? Is een kwestie van de juiste huidskleur. De juiste huidskleur. Ja, zou kunnen. Nee. Een uitkering is een uitkomst voor opgestapte VVD-bewindslieden. Ah, dat zou heel eerlijk zijn. Nee, het was eigenlijk nog erger. Een hangmat, toch? Het was iets met een hangmat. Ja, nou, het was een lekkere hangmat. Terwijl voor een hangmat heb je minimaal twee bomen nodig, maar die zijn er niet meer, dankzij de VVD. Voor Peter en Emma een filmpje. Ja, bezuiniging op de cultuursector. Ongelooflijk. Wat een drama heeft zich voltrokken afgelopen tijd. Nou, doe niet zo lullig. Dat zijn gewoon hele gezellige katholieken. Dit zijn hele gezellige katholieken. Ja, allemaal katholiek. Hier één verdwaalde soldaat. Ja. Oei, oei, oei. Heb je carnaval gevierd? Nee. Dit is nee, liefdeloos wat ik... Wat ik... Oh, kijk. Oh, kijk. Vlag van Zweden. Vlag van Zweden, ja, inderdaad. Dat is... Ook de vlag van Zweden. Ook de vlag van Zweden, ja. Ja, dat is toch zo? Zweden denkt deze week, we hebben dit allemaal verdiend. Ja. Al die steunbetuigingen. Wat is dit? Waar zijn die Russen waar iedereen het over heeft? Ja, maar ze dachten dat het een hek was. Een hek? Een hek, Russische hek. Oh, H-A-C-K. Hek, ja. Hek. Dus niet dat iemand een hek op het spoor had gezet. Er staat een hek! Oh god, we zijn weer gehackt. Dat klinkt wel als de IT-mensen van de NS, dat ze daar zijn. We zijn gehackt, zet het hek dan open, joh. Nou ja, ik ben zo benieuwd hoe dit dan in de geschiedenis gaat zijn. Want jij bent natuurlijk wel een beetje mastodont op het cabaret. Wordt dit dan een soort... Afro-tros! Maar jij bent lang in het vak, toch? Ik ben een influencer. Maar Jan-Jaap is de Hans Wiegel van het cabaret. Dat is inderdaad... Ik kom altijd terug. Een letterlijk veelbelovende jonge dame uit Leiden die zegt... D66 voor een veilig, fijn en wat voor leven. Voor veilig, fijn en kort leven. D66 stem-euthanasie. Ja, zo. Was het niet? Gelukkig. Het was een zorgeloos leven. Ja, dat is de beste verkiezingsbelofte ooit gedaan. D66, komen jullie al mijn zorgen wegnemen? Want ik heb er nogal wat. Het klimaat, de oorlog in Oekraïne natuurlijk. Dat Trump in 2024 weer verkozen wordt. Poetin met kernwapens, hoge huizenprijzen. Dat Billy Joel het in het Piano Man heeft over tonic en gin. Terwijl dat drankje al sinds jaar en dag gin en tonic heet. Stikstof, enzovoort, 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 enzovoort. D66. Ik heb deze week corona gehad. Oh jee. Echt top timing. Net voor zo... ik dacht echt. Ik weet, of, heb jij corona al gehad? Nee. Nou, ik had echt een beetje idee. Misschien ben ik wel immuun. Ja, want jij maar weet je wat tegen helpt? Dat is jodium. Ja, ja. Maar die heb ik dus te laat. Die heb ik pas daarvoor, net voor zondag. Alleen... Nee, maar ze zeggen dus aantrekkelijke mensen. Ja, sorry. Ik vind het nu al leuk wat hier gaat komen. Ze zeggen dus dat aantrekkelijke mensen minder kansen hebben om COVID te krijgen. Boom! Dat en zeker Jack. En de hele theorie onderuit gehaald. Nee. Wij gaan tongen. Emma Wortelboer, waarom denk je dat? Omdat hele aantrekkelijke mensen van nature ook een beetje verlegen en arrogant zijn en iedereen op een afstand houden? Yes! Ik vind dat een hele goede theorie. Ik was echt de grootste treinliefhebber ooit. Ik had geen rijbewijs, ik vond de trein... En ik heb nu een rijbewijs en nu merk ik pas hoe kut de trein is. Het is heel erg hoe snel dat gaat. Ik weet het, ik heb net na 5 keer het PG-examen gehaald. Dus ik ben ook goed op weg. Ik wilde het nog halen voor de top van de NS professionaal. Ik dacht, ik ga even kooksnuiven om door dit item heen te komen.
Mattie en Wietse legden hun jarenlange ruzie bij voor Giro 555. Ze gingen samen weer radio maken. Lange Frans legde een fitty bij met onze eigen Peter Pannenkoek, die de rapper, podcastmaker en complotdenker had bespot in zijn oudejaarsconferentie. Deze week was Peter te gast in de podcast van Lange Frans voor een verhelderend gesprek. We zijn benieuwd. De gasrekening wordt de komende periode door de oorlog in Oekraïne zo enorm hoog dat het kabinet voor de lagere inkomens geld wil bijleggen. En Kim Kardashian en Kanye West... Kim Kardashian en Ye, die hebben het niet bijgelegd. Sterker nog, die zijn aan het scheiden. Ye heeft een nieuw nummer uitgebracht met een clip waarin een klein poppetje van Pete Davidson, Kim's nieuwe vriend, levend wordt begraven. Mattie en Wietse hebben met hun gezamenlijke uitzending heel veel geld opgehaald. Ook deze keer haalde Mattie weer veel meer op dan Wietse. Ik ga nu zeker geen grappen maken over Lange Frans, anders zit ik volgende week ook in die podcast. Kim wilde graag als eerste bij de rechtbank zijn, maar Kanye was rapper. Ik hoor nu iemand zeggen, je moet, dat schijnt ook te kunnen, dat je ijskristallen de lucht inschiet. Ja. Waardoor je een soort extra ozonlaag creëert. Ja, is nog niet zo makkelijk, maar boven de ijsgebieden. Ja. Ja. Waardoor het inderdaad minder warm wordt, dat het ijs weer kan aanvriezen. Nou, verdampen met zeewater zijn we nu aan het testen. Dus dat wordt, En wie zijn we? Harm en zijn moeder. Nou kan ik uit betrouwbare bron vertellen dat mijn moeder echt supergoed zeewater kan verdampen. De ziekte alopecia moet je niet verwarren met de ziekte alpaca. Dan heb je juist veel te veel haar en gaan overspannen mensen je betasten. Nee, dus dat gaat... En die BN'ers... Ja, dat moet ik een beetje uitvergroten om te zien dat het BN'ers zijn. Ja, hij doet heel dat. Jij doet heel dat dit. Ja, dit. Ja. Alsof het een soort touchscreen is. Het is gewoon een AVRO-cross. Wat denk je zelf? Maar er zitten hier wel allemaal knopjes. AVRO-cross, je weet toch? Maar, letterlijk, even voor duidelijkheid. Hier, het is ook deze tv. Er zijn gewoon foto's op aan de achterkant van het scherm geplakt. Nu, dat is... Er zit iemand onder de desk. Schiet nou ook, schiet nou ook! Ik krijg last van mijn armen. Maar kun je even die foto groter maken? Oké. Okay. Hey. Dankjewel. High five. De foto van het team van Jan-Jaap. Ja, dit is toch een dictator. Als ik zeg dat het kerst is, dan is het kerst. Boeren vinden dat ze te weinig krijgen. Oh ja. Kijk, nou kom je ergens. Ja, nu komen we ergens. Mag ik alle plaatjes weer zien? Hey, kijk. Dankjewel. Goed dat je steeds sommige... dichterbij... Het is een Duitse. Maar wel een goeie, hoor. Kan iemand zijn met een gehoorbeschadiging die gratis onder de... Dat kan. Het is voor jou ook een kans, hè? Maar ik moet zeggen, maar toch was dat even je bent ook actrice. Hoe klonk je toen dan? Ja. Maar ja, het is... Eerst kon ik nog één octaaf hier, of zo. Ja. Toen kon ik nog zo met de crew praten, maar die verdwijnt. Welkom in Groenland! Kijk, pingwins! Nee, ik weet niet of er pingwins zijn trouwens in Groenland. Nee? Oh, sorry. Nee. Kijk, er zijn gek pingwins! Maar toen dacht ik over succes gesproken wel dat we eind carrière. Ja. Yo, wil je meer van dit soort tanto-flexe video's? Like, abonneer en word hartstikke lid. Tjala's en ik spam je later. Laters.